Welkom dames en heren bij alweer de derde thuiswedstrijd op het Sportpark Oosterwei. Vandaag de wedstrijd tegen Smitshoek. En allereerst krijgt u van ons de opstelling. Op doel Marvin Straver. Dan bestaat de verdediging van links naar rechts uit Martijn Jansen, Bram van Loon, Roald Heerkes en Anouar Chairi. Het middenveld bestaat uit Mitchell Heerkes, Enzo Hunting, Levi Marengo, Elliot Patinama en Leroy Brank. En de eenzame spits is Bradley El Idrissi. Smitshoek in het begin van de wedstrijd met een ingooi op eigen helft. Maar er wordt goed druk gezet. Leroy Brank met de interceptie. Nou, dan komt die bal bij Enzo Hunting. Levi Marengo. Die ziet dan doorgelopen Enzo Hunting. En voor de goal is Mitchell Heerkes. Die komt er dan wel aan met zijn linker. Maar raakt hem net niet goed. En zo kan de bal weggewerkt worden voor de doellijn. Dan is het nog geen minuut later. En verspeelt hier Bram van Loon. Na een moeilijke bal van Leroy Brank de bal. En dan is het de nummer 7 van Smitshoek. Dat is Guillaumar Leona die over de goal van Marvin Stravers ziet. En zo had het na 3 minuten spelen al 1-1 kunnen staan. Bram van Loon kijkt nog even van ja, wat kan ik hier nou aan doen? Leona dan weer. Probeert de spits te bereiken, maar Van Loon zit er goed tussen. Waardoor de counter gelijk aan de andere kant is. Diepe bal van Hunting op Bradley El Idrissi. Moeilijke hoek teruggeven. Nee, El Idrissi probeert het zelf, maar schiet huizenhoog over. Goede counter van Jordan Boys. Dan is het hier Levi Marengo die de bal achterin op is gaan halen. En die vindt dan Roald Heerkes. Die ziet dat Leroy Brank mee naar voren is. Die kopt die bal dan goed op Mitchell Heerkes. Die staat oog en oog op de keeper. Maar mikt de bal een kleine 10 centimeter over de deklat. En over doelman Mike van der Wijngaard. En zo gaat hier weer een kans op de 1-0 verloren. Dan is het vlak voor het half uur. Lange bal van Martijn Jansen. Die valt op het hoofd van Bradley El Idrissi. Dan lijkt die bal over de achterlijn te gaan. Maar Elliot Patinama ziet hier nog brood in. Houdt die bal dan voor de lijn. Dan is het Bradley El Idrissi die hem teruggeeft op Patinama. Die ziet dan Leroy Brank. Kan uithalen. Doet dat. Redding van de doelman. Dan is het El Idrissi. Die maakt 1-0. Maar niet volgens de grensrechter Jansen. En scheidsrechter Hens Huis. Buitenspel voor El Idrissi. En dus een geannuleerde treffer. Smitshoek dan met de opbouw. Maar Jordan Boys zit daar vroeg druk op hier met Anouar Chairi. Maar uiteindelijk komt die bal dan toch nog via de kluts bij Smitshoek terecht. En is het hier aan de zijkant Laurens Visser. Die zoekt Staes voor de goal. Steekt hem hier knap tussendoor. Dan is het Staes, maar ook het been van Martijn Jansen. En zo valt die bal over de achterlijn in plaats van de doellijn. En op slag van rust moeten we constateren dat Mitchell Heerkes het veld verlaat met een hamstringblessure. Ditmaal aan de linker hamstring. Vorige keer was het rechts, maar ditmaal links. Einde wedstrijd voor hem. Met het rustsignaal in zicht is het een ingooi van Enzo Hunting. Die valt dan met het bovenbeen van El Idrissi via een paar verdedigers. Komt hij goed voor de voeten van Chairi. En die raakt hem te dun. En mikt hem daardoor aan de verkeerde kant van de paal. Goede kans nog voor hem dus uit de kluts. Dan is het hier Romain van Brugge die een vrije trap neemt. En aan de andere kant een van zijn medespelers weten te vinden. Die haalt dan uit. Een moeizame redding van Marvin Straven. Dan trapt Roald Heerkes hem weg. En fluit de scheidsrechter voor de rust. En mogen de heren aan de thee. Beginfase tweede helft. Is het een knappe combinatie tussen Visser, De Ronde en Staes. En Staes zoekt dan de opening op Leona. Die komt naar binnen, kijkt of hij dan kan schieten. Kan schieten en dan is het een goede knappe redding van Marvin Straven op het schot van Leona in de korte hoek. Geeft ermee wel een hoekschop weg, maar voorkomt daarmee een doelpunt. Dan vlak voor het uur. Vrij trap van Roald Heerkes vindt Leroy Brank. Bal lijkt al goed te vallen, maar kan worden weggewerkt. Hier is dan het overzicht bij Patinama. Die vindt dan Enzo Hunting. Geeft hem ineens van die wandels. Nee! En Bram van Loon in de nastoot. Via een Smitshoekbeen. Bal net over. Dit was de kans op de 1-0. Even later is het dan Patinama. Die klaar gaat staan voor de vrije trap. Van Loon, Brank en Wandels natuurlijk voor de goal. De eerste twee gaan er onderdoor. En dan is het Wandels die daar nog aankomt. Maar ja, die bal zeilt dan voor langs. Dus ook een Smitshoek opruimen. Leroy Brank in de opbouw ziet dat Levi Marengo vrij staat aan de rechterkant. En Levi Marengo ziet dan heel knap met een curveball dat van Wandels eraan komt. En die
duikt net onder de bal, net als doelman Mike van der Wijngaard. Goed gezien door Levi Marengo. En een bandit-like Beckham-bal van Levi Marengo, dus op Fanny Wanders. Maar de aanval gaat door. Hier Hunt, ik vind Akanyui. Die kan hem uithalen en via Van der Wijngaard op de paal. En zo komt hier de grote kans tot nu toe voor Jodan Boys. Is de aanval dan helemaal over? Nee, nog niet. Marengo, nog een keer voorgooien. Fanny Wanders, terugkoppen. En zo Hunting. En dan hier een overtreding op Elliot Patinama. En dan krijgt Jodan Boys nog een vrije trap. En achter de bal staat dan Levi Marengo, de man die zojuist al bewees een perfecte traptechniek te hebben. En hier net over de goal. En zo had Jodan Boys op drie kwart van de wedstrijd een sterke fase. Hier is weer Leroy Brank, vindt Levi Marengo. En die ziet dan hier heel knap. En wederom met zo'n bandit-like backhandbal dat Elliot Patinama vrij loopt voor de goal. En die neemt hem verkeerd mee. Want anders is het 1-1 op de keeper en wellicht 1-0. Dan moet het antwoord van Smitshoek gaan komen. Hier een hoekschop. Dan is het Jorn van der Linden. Die popt vrijstaand recht in de handen van Marvin Straver. Corner gaat getrapt worden door de ingevallen Salhuteru. Lange mannen zijn weer mee voorin. Hier Bram van Loon. Maar die kan net zijn gewicht niet achter de bal zetten en kopt de bal recht omhoog. Lange bal dan van Van der Wijngaard. Jansen wint het duel, maar de respect van Smitshoek kan hem oppikken. Waardoor Smitshoek hier aan een aanval kan gaan beginnen. Er staan wat mensen voor de goal. Waaronder Ricondi en ook Leona. En die krijgt hier de bal. En dan is het Roald Heerkens. Die met zijn hoofd de bal nog voor de goal, over de goal weet te koppen. En dan is het slotakkoord aan Jodan Boys. Zoals we gewend zijn van de ploeg van trainer Dennis van der IJssel. Hier Akanyui. En via een voet van Smitshoek valt die bal bijna over Van der Wijngaard heen. Dan is het weer eens een lange bal van Van der Wijngaard. Smitshoek dat het op de lange bal is gaan gooien. En Jodan Boys eigenlijk ook. En dan wordt de bal hier veroverd op het middenveld door Smitshoek. Wederom lange bal over de verdediging van Jodan Boys heen. Er kan hier aan de rechterkant doorgelopen worden en geschoten worden. Maar is het Marvin Straver die wederom reddend optreedt in de korte hoek. En zo blijft het hier 0-0. Na aflopen spraken wij met Dennis van der IJssel. Dennis, een 0-0, maar kans het over. Het voelt ook als verliezen, moet ik zeggen. Ondanks dat we niet goed hebben gespeeld, 600% kansen. Tegenstander 2-3. Dan kom je nu onder het veld op, het doet gewoon niet goed. Thuis van Smitshoek moet je winnen voor de aansluiting. En gezien de uitspraken had dat vandaag voor ons een prachtig effect op kunnen leveren. Maar ja, het is niet anders. Ja, je kan binnen een minuut al op 1-0 voorsprong staan door die kans van Mitchell Heerkens. Ja, goede aanval. Ik vond dat we goed starten in de eerste 5 minuten. Met de beste kans van Mitchell. Hij kwam net een teenlengte tekort. Of hij gleed uit. Ik twijfel een beetje. Ja, ik moet zeggen dat we daarna waren het een beetje kwijt. En eindig je gewoon heel moeizaam. Maar wat je terecht opmerkt, ondanks dat we niet goed speelden, krijg je de eerste helft gewoon toch genoeg 100% kansen. Ik moet zeggen, ook de tegenstander 2. En dan ga je rusten. En tegen die jongens ook gezegd, ja, het is niet goed. En waarschijnlijk is het moeilijk om na zo'n eerste helft een goede tweede helft af te leveren. Maar voorkom in ieder geval dat je tegen een tegentreffer oploopt. En dan hoop je in zo'n wedstrijd dat je met een bevlieging of een doodspelmoment, ja, dat je uiteindelijk gewoon die goal kan maken. Ja, ook die kans hebben we gehad. Maar waar het de afgelopen weken niet tegen zat met het rendement, vandaag wel. Ja, jullie gokten voornamelijk op het trage duo bij Smitshoek. In ieder geval, onze spitsen waren veel sneller. Dat liep niet helemaal zoals verwacht. Nou, heb ik wel goede dingen gezien. Getuige ook de eerste kans die we kregen na een minuut. Een prima voetballende actie van achteruit, waarbij we de ruimte achter hun verdediging weten te winnen met Enzo. Goede bal voor. En, ja, het is zonde gewoon dat dat geen goal opleverde. Hè. Maar dat was een goede aanval. Ik moet zeggen, de tweede helft hebben we ook dat bij vlagen goed gedaan. Fanny Wadels viel goed in. Beliep die ruimte met name over rechts een paar keer goed. Ook Enzo en ook Elliot. Ik denk dat we best wel wat vaker erachter zijn gekomen bij een tegenstander. Ook dreiging gehad met onze spelervatting waar we best gevaarlijk uit zijn. Dus al met al hebben we, ja, misschien wel de meeste kansen gecreëerd in een wedstrijd tot nu toe. Alleen de teller staat op 0. Mitchell Heerkens valt vlak voor rust uit. Is daar al enige indicatie van hoe lang dat gaat duren? Nou, Mitchell hamstring. Hij heeft het idee dat het niet zo erg is als de vorige keer. Maar ja, dan moet je toch rekening aan met 3 of 4 weken. Dus voor dinsdag kan er een streep doorheen, helaas.
Ik denk dat Michel de laatste week heeft laten zien dat het een ongelofelijke specialist is met zijn dode momenten en zijn fantastische traptechniek. Wat ons heel veel goals opgeleverd heeft. Ja, dat is een aderlating, absoluut. Ja, dinsdag, je haalt het al aan. HHC Harderberg voor de beker. Ja, het was hier thuis. Twee keer voor de beker al een spektakel uit ook. Tot nu toe moet ik zeggen dat iedere wedstrijd een spektakel is. Vandaag was ook zeker geen bloedeloze 0-0. Daar speelt ook Smits en Hoek een rol in. Die speelde ook om te winnen. Ja, kijk, ik denk als je 10 wedstrijden speelt bij HHC Harderberg, dan zul je er geen 10 winnen. Er zit een klassenverschil van 2 in. Alleen het bekervoetbal heb je altijd sensaties. En ja, je doet mee zeg maar, in die beker om zo ver mogelijk te komen. En ik moet zeggen dat het verhaal van VVSB heeft heel veel amateurverenigingen op scherp gezet. We moeten reëel zijn. We gaan er alles, maar dan ook alles aan doen aanstaande dinsdag bij HHC. Alleen, we hebben een kans, maar die hebben zij ook. En ja, wat dat betreft hoop je dat er een van de wedstrijden zal zijn van het team waarin je kan stunten. Dan denk ik wel dat we bepaalde onderdelen van het spel, zoals vandaag, dat moet echt dinsdag beter. Omdat je dan tegen een sterker en betere ploeg speelt, ja, moet je zelf ook een hoger niveau halen. Is het misschien een pijnlijke wake-up call in aanloop naar dinsdag? Nee, dat niet. Het is ook helemaal niet zo dat je kan ook niet verwijten dat jongens gewoon niet hard hebben gewerkt. Het is alleen zo dat Jodenboy staat natuurlijk al een hele lange periode bekend als moeilijk te verslaan. Nou, dat moeten we vooral zo houden. We hebben ook nu aangetoond dat we vanuit opportunisme kunnen we ook kansen creëren en goals maken. Nou, dat willen we combineren met beter veldspel. En vandaag krijg je het initiatief van Smits Hoek. Voor het eerst dit seizoen gewoon dat je het spel moet maken. Nou, dat is niet van de een op het andere moment gewoon is dat er. Tegen die jongens ook gezegd, we moeten iedere zaterdag zoeken naar de code om die wedstrijd te winnen. Want het gaat alleen maar om winst. En in dat opzicht vandaag hebben we het niet goed gedaan. En door de week wil je gewoon ook werken aan je manier van spelen. En nou, ik denk dat iedereen kunnen zien dat we van achteruit met een goede intentie voetballen. Van de tweede helft ook met een goede rol van Levi daarin. Dat we de opbouw makkelijke plaats konden laten vinden. De verbinding naar voren was ook heel behoorlijk. Alleen, het is in de laatste fase voor de goal. Is het heel wisselvallig. En als hij natuurlijk gewoon balverlies leidt terwijl je met je ploeg in aansluiting bent. Ja, dan blijf je heen en weer lopen. Ik denk als je iemand een tellertje bij zijn schoen. Dan komt iedereen wel op 13, 14 kilometer. En op zich geeft dat niet. Alleen je bent 3, 4 kilometer in de wedstrijd aan het corrigeren. En die kracht mis je op een gegeven moment in de laatste fase om in balbezit beslissend te zijn, denk ik. Wanneer is het op naar HHC? Op naar HHC. We gaan vanavond eerst naar het Grieks restaurant Rotos met elkaar. We gaan lekker een hapje eten. En ook wat dat betreft een leuke avond met de ploeg niet door laten verzieken. Maar het voelt wel als verliezen. En dat merk je in de kleedkamer ook. Ik bedoel, dit is een wedstrijd die hadden we moeten winnen, vind ik. Getuigen ook de kansen. En dan sluit je gewoon aan bij de subtop. En we willen heel graag bij de eerste 6 eindigen dit jaar. Ik hoor een beetje om me heen ook van erin blijven. Maar ik vind dat als je vorig jaar 6e bent geëindigd. En een sterke ploeg als Quick Boys is eruit. Dan moet je gewoon dit jaar ook proberen om 6e te eindigen. En we kijken ook niet meer naar de jongens die we niet hebben. Iedere wedstrijd word je herinnerd aan de jongens die gegaan zijn. Dat doen onze jongens die we nu hebben gewoon tekort. We hebben gewoon tijd nodig. En wat dat betreft is de start meer dan behoorlijk. Maar laat je vandaag voor het eerst denk ik gewoon echt punten liggen.